Hoi kijkers, welkom weer bij deze nieuwe boodschapshoplog. De boodschappen zijn besteld bij de Albert Heijn en ik ga er weer een shoplogje van maken. Merendeel is echt aardig gezond, moet ik zeggen. Klein beetje lekkers, maar voor de rest heel erg gezond. Dus laten we maar beginnen. Diepvrieszakjes. Het idee is om smoothiezakjes te gaan maken en daar, het wordt weer lekker warm weer, en daar dan in het diepvriezer te doen. De groentes bijvoorbeeld. En dan kun je gewoon de bevroren eruit halen en dan een smoothie van maken. Olijfolie. Ja, iets waar ik zelf ook wel over twijfel. Zonnature bietensap. Geen idee of het lekker is, maar het is wel gezond. Dus ik hoop dat het ook nog een beetje smaakt. Ook iets wat ik nooit haal. Alpro roasted almond. Hier zit geen suiker in. Volgens mij is het ook geen melk, maar op basis van amandelen, amandelmelk. Ook geen idee, maar we gaan het zien. Dan de vertrouwde houdbare halfvolle melk. Havermout. Pasta. Uien. Of dit zijn uien, maar dan die andere. Shallotjes zijn dit, shallotjes. Paprika. Tomaatjes. Smoothie tomaatjes. Eén blikje tomatenpuree. Ik ga nog een keer leren om zelf tomatensaus te maken. Dus als iemand daar een goed recept voor heeft, laat het maar weten. Dan heb ik hier mais. 3 stuks. En dan van die kleine blikjes. Deze zijn altijd wel handig voor een portie. Even kijken, 75 gram volgens mij zit erin. Of 70 gram. 75 of 70 gram. Deze zijn gewoon goed als je gewoon voor 1 of 2 personen, 3 misschien, iets gaat maken. Limoenen. Ook lekker voor over een salade heen. Of gewoon in een smoothie ook lekker. Walnoten. Volkoren tarwemeel. Nog een notenmix, ongebrande. Bananen. Ja, proteïne granola. Er zitten hazelnoten in, amandelen en zaadjes. Oh ja, ik dacht dat jij aan de onderkant wel wat kon zien, maar nee. Deze dus. En alles bij elkaar. Je kan er heel veel dingen wel van maken. Verschillende receptjes, dus dat is altijd handig. Citroenen. Hij lijkt hier nog een beetje groen, maar dat is verder niet erg. Volkoren macaroni. Tomaten. En ik heb hier dan nog een blikje Sprite met zero sugar. Dan heb ik hier aan deze kant nog meer boodschappen. Ik ga dit even opruimen en dan kom ik terug met het tweede deel. En dit is dan het tweede gedeelte van de boodschapshoplog. Ik heb hier rechts heb ik 6 van deze volkoren tortilla wraps. En je zult dan ook wel wat meer volkoren dingen zien. Ik heb hier verder goudbruine knekkenbrood. Dit vind ik gewoon lekker. Dit had ik ook daarvoor wel met sesam en met de vezelrijke crackers. Dus nu een keer de goudbruine. Dan heb ik hier verse kurkuma. Ik weet niet of mensen dat wel eens los van de kruiden hebben gezien. Maar zo ziet het dus uit als het niet helemaal gemalen is. 1 keer Oreo. Ik heb van deze tandenstokers gehaald. Deze waren 1 plus 1 bij de Albert Heijn. Dan heb ik hier bleekselderij. Prei, gember, wortels, bosui, druiven, witte druiven, een avocado. En ik heb dan hier nog een keer eieren gehaald. Het zijn er wel veel, even kijken, 10. Dat moet ik altijd wel snel opeten, dus ik moet altijd dan veel recepten maken met eieren erin. En witte asperges als laatste. Dus zoals jullie zien is het misschien wel 95% heel gezond. En een klein beetje ongezond, maar echt het merendeel is gewoon heel gezond. Er komen wel weer wat receptjes aan, mochten jullie dat leuk vinden op dit kanaal. En dan wil ik jullie verder bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie weer bij een volgende. Doei doei!